Nee, dit is niet een klas die op excursie gaat. Dit is meer dan de halve school. 21 leerlingen zitten er op de openbare basisschool De Viking. De groepen 1 tot en met 4 zijn een groep en 5 tot en met 8. Waar loopt de schelde in de zee, in het water uit? En je probeert wel dingen bij elkaar te nemen, zodat je inderdaad de tijd hebt voor iedereen. Maar het is natuurlijk intensiever als een school waar je maar 1 groep hebt. Dus dat is zonder meer waar. Even was er de angst dat de school dicht moest. De Viking heeft 2 leerlingen te weinig. Misschien is er wel helemaal geen school die net zo leuk is als deze. Maar van de minister van Onderwijs mag de school voorlopig open blijven. Ik vind deze school toch wel fijn, want ik woon hier om de hoek. Nieuwendijk haalt opgelucht adem. Het dorp telt ruim 300 inwoners. Er is niet 1 winkel meer en ook de melkboer is ermee gestopt. De school is daarom meer dan een school. Ik denk toch wel dat het een heel sociaal punt is ook. Toch wel heel de wijk trekt hier wel naartoe. Had toch wel vervelend geweest als het schooltje dichtging. Leen Bouquet is bijna 80. Hij zat op de voorloper van de Viking. Nu woont hij er tegenover. Vroeger waren er kinderen genoeg. Ik ben hier geboren, dus ik heb hier school gehad. Er zaten zeker 60 leerlingen zaten op die school. De mensen hier in de landbouw werkten, voornamelijk ook, die waren grote gezinnen. Dat varieerde van 9 tot 12, zelfs 14. Zulke grote gezinnen wonen er niet meer. Voorlopig is er wel tot 2014 de tijd om te groeien. En dat is ruim 3 jaar en daarin heb je tijd om te groeien, want er staan heel veel huizen nog steeds te koop. En dan verwachten we toestroom van kinderen. Financieel blijft het wel lastig voor de Viking. De school krijgt namelijk subsidie per leerling.